Heb jij ook geshopt? Heb je tasjes? Ja. Cool. Hey, guys. Good morning. Good morning. Welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. Volgens mij heb ik nog nooit zo de vlog geopend, of wel in mijn leven zo ontbeten. Nee. Ja. Jullie? Nee. Olivia, heb je wel eens zo lekker ontbeten? Dus dit is de day after, toch? Ja. Wat vonden we ervan? Zo mooi. Zo leuk. We hebben al lekker een beetje geroddeld. Dat is natuurlijk ook echt heel leuk van weddings, hè. Lekker roddelen over familie-aangelegenheden. Oh my god, Olly heeft een bagel uit het zand gehaald en gaat ze nu opeten. Ja, dat maakt niet uit. Zand schuurt de maag. Jij kan hem ook gewoon zo laten staan en dan gewoon niks zeggen. Ik denk dat mensen alleen... Ja, ook klaar. En remember to always put your own mask on first before helping others. Maar wel last minute. Als ik een beetje rood ben, is het omdat ik... Life vests are located either under or between your seat. To remove the vest, pull the tab or compartment handle to break the seal. For help locating them, see your safety card. Remove the vest from the package like this. Olivia. Kan je Jamaica zetten? Jamaica. Wrap the strap around your waist. Attach the buckle. Oh my god, I started her with tennis. So dus ja, weekend vlogging again. This one? Yeah. Wij zijn aangekomen in ons hotel. We slapen in het Four Seasons Hotel. En Olivia's bedje wordt nu gebracht. En het is zo mooi. Nee, we gaan nog niet slapen. We gaan even buiten laten zien aan de mensen thuis. Dit is ons uitzicht. Schone luier, dat moeten we ook doen. Ik ga nu even lekker uitpakken. En het is echt zo mooi. Dit vind ik ook zo mooi. Dat moeten wij thuis echt gaan doen. Dat riet is zo echt super nice. Ja. Hier is de badkamer. En ik ga, ze hebben ook baby shampootjes voor Olly neergezet. Dus ik ga even alles uitpakken. En wat ik altijd doe als ik in een hotel aankom, is, ik haal het allemaal kwasten en zo uit mijn toilettas. En die ga ik altijd in een glas zetten. En mijn beautyproducten zijn uitgepakt. Dat ik deze vakantie bij me heb. Ik ben zo verslaafd aan dit luchtje die bij de fireplace. En ja. Nu is het allemaal done. Nu gaat Biepje uitpakken, maar er heeft iets gelekt. Maar ik weet niet wat. Dit is het niet. Jawel. Ja, Sisley. Kruik het. Inderdaad. You're welcome. Ja, you're welcome. En dat is de sneeuw. Kom. Good morning. Het is... Goedemorgen, baby. Het is 6:30 en... Echt? 6:30? 6:30? 7:00. Oh, het is al 6:50. Oh my god. En ik ben al best wel lang wakker. Van 5:00. En ik ga me nu opmaken en dan gaan we foto's maken. En eten. Wij hebben net even lekker gezwommen. We zijn weer terug in onze prachtige hotelkamer. En ik heb mijn 90's... haarband in die ik vroeger ook had. Wat ga je bestellen, Olivia? Maatje, we're leaving in
leaving for the airport. Marley disappears. Excuse me, I'm going to... Sander? Marley disappears from the road. Nee, maar dat is niet voor een weekend. Wil je nog een beetje brood? Mag ze nog een beetje brood? Maar ze vindt deze lekker. Wil je niet een beetje rode saus? Nee, ik heb een focaccia, ik heb deze. Olly heeft de meatballs. Helikopter. Een? Deze burgertje. Wij hebben gegeten. Dit is wat ik aan heb, vintage Levi's tuinpakje. En dit is een Saint Laurent shirt die ik bij de Bijenkorf heb gekocht. En iedereen kijkt me aan. Ik heb vlog. Alleen maar oude mannen die dit allemaal niet begrijpen. Die oude mannen die ik niet begrijp. Ik zie mijn kleine Olster. En onze lieve Sander Kleinenberg. Hi Sunny. We hebben geshopt. En ik heb deze Fendi oorbellen gekocht. En Bibi zit in Ollie's car. Kijk hoe patch. Stop trying to make a patch happen. Deze mooi, Sam. Ik ben zo blij daarmee. Zo, dat is een workout. Ollie, Bibi zit in je wagentje. Oh. 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 Uh-oh. 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 Heb jij ook geshopt? Heb je tasjes? Ja. Yes. Cool. We zijn thuis. Gaan we lekker chillen op de bedden allemaal. Iedereen op zijn bed chillen. We first blijven trouwens in het hotel. Dat heet Four Seasons Surfside. En dat is echt een iconic hotel. Oh, je pakketjes. Yay, my Forever 21 packet. Let's open it. Let's open it. Ik ga in deze boeken kijken of ik inspiratie voor foto's op kan doen misschien. Oh, okay. Meestal zijn die vintage boeken echt zo leuk met vintage foto's voor foto-ideeën. So, we are going to... Wat is dit? Dat is een top voor je lieve stiefmoeder. Kijk, heel echt leuke inspiratie. Zien jullie mijn Sander al zitten? Amazing. Bibi, doe een unboxing. Ik heb deze vloerset. Ik zal op de Europese Forever 21 website even kijken. En als het er is, ga ik het linken. This is the trousers. En this is the top. Oh my god, het is ook een leuke top. I like it. Vader? Gaat alles goed daar? Ik weet niet hoe dit zit. Ja, ik wel. Het is cute. Wacht, ik heb hem. Ja, en dan knoop je hem zo voor. Achter, sorry. Is er ook weer een pak? Ja, het is een beetje een Italiaanse set. Rokje? Oh, leuk. That looks rather big. Forever 21 valt echt groot. Nou, dat is wel leuk. Ja, heel leuk. En die top hoort erbij, zo'n off-shoulder-achtige top. Leuk. Heel erg top zelf. Waar heb je het allemaal gedaan? S'nachts toen ik niet kon slapen, een keer. Echt heel random. Oh, het is echt super leuk. Heel leuk. Ja. En dan nog één. Ja, ik wilde zo graag zo'n witte basic top hebben. Daarom ging ik trouwens naar Forever 21, omdat ik weet dat ze altijd dat soort rotzooi hebben. Gewoon zo'n crop top, want ik had mijn broek waar ik zo'n top bij wilde. Oh, kost ook echt $7 of zo. Chill. Ja. Superleuk. Ja, die zijn zo chill. Dit is het. Good morning from paradise. Ik ben zo blij met mijn nieuwe oorbellen. I love them. En met mijn nieuwe trui, maar die had ik al. Maar jullie vragen altijd waar die vandaan komt. Ik heb weer donkerblauw, groen. Die werd ik heel lang al kwijt. Wou ik echt van. En nu dus ook deze. Die wilde ik al heel lang. En weet je nog dat ik op mijn Instagram stories had gedaan. Dat je me foto's kon sturen. Dat ik die ging editen. Toen had een meisje een foto gestuurd waar ze deze trui aan had. Maar ik wilde hem zo graag in deze kleur. Dus ik had een leuke foto. Waar kan ik die trui kopen? Maar het is heel grappig. Weet je waar ik hem besteld heb? Deze trui. Dat had zij dus teruggestuurd. Op de weekamp.
Oh echt? So I'm influenced by my followers. Dat vind ik zo leuk. Ik zeg ook altijd, ik ben echt de doelgroep ook, gewoon van influencer zijn. Anyways, dus ik heb op Weekamp besteld en het is een XL denk ik. Kan je even kijken? Want ik vind hem niet leuk als hij strak is. XL, ja. Ja, XL. Olly en Bibi zijn filmpje aan het kijken boven. Wij gingen even een foto maken van de zonsopgang. En wat ik wilde zeggen is dat ik al 2 weken geen eyeliner op heb gehad. Wat vinden jullie ervan? Ik draag alleen mascara. Wat vind jij ervan? Ja, mooi. Beter of niet? Beter. Dit is echt net... Ja, beter. Wat is beter? Ik vind dat zo'n moeilijke vraag aan een man die van een vrouw houdt. Van zijn vrouw houdt. En we gaan nu lekker chill ochtend houden, zwemmen, eten. Je kent het wel. Dan gaan we middagdutje doen, want we staan elke dag rond 6 op. En dan vanmiddag, I'm so excited, gaan we naar Museum of Ice Cream. Museum of Ice Cream. Ja. Dat wil Noor echt werkelijk waar al... Twee jaar. En dat travelt van stad naar stad, dus dat was in New York. Een paar maanden geleden, toen wouden we, maar toen konden we niet, of het was mochten dicht. We mochten niet van de politie. Nee, het waren geen tickets, het had ik ook gemaild of ik tickets kon krijgen, gewoon niet. Ik kijk naar de foto's van die wedding in Jamaica. Zo vet. Ja, Jamaica was zo nice. Echt gewoon zoiets als dit, weet je wel. Het is echt bizarre foto's. Baby en Ollie zijn zo lief. En dat gaan we vandaag doen. En we gaan naar South Beach. Bibi en ik vinden zeg maar echt dezelfde dingen leuk. Namelijk naar Sephora gaan, naar Forever 21 gaan. En dat is voor ons zeg maar echt het hoogtepunt van de vakantie. IJsjes vreten, lekker naar Forever 21. Gewoon lekker die zooi doen. En deze meneer heeft daar niet zoveel zin in. Dus, nou ja, weet je, ik... Maar misschien kun jij dan met Ollie wat leuks doen. Ik slik gewoon 6 Valiums en dan ga je wel mee. Prima naar zijn zin. Bij de show. Ga je zo bij de ingang zitten? Ja hoor. Met Ol. Komt helemaal goed. Dus ik heb wel zin. Ik had natuurlijk gisteren die dingen van Forever 21. Ik vraag me af of deze vlog niet echt veel te lang is al. Misschien moet vraag ik... Vraag je dat aan mij? Ja, ik zit te denken of ik hem nu misschien moet afsluiten. Ik ga zo eens even kijken. Laat hem afsluiten, Noor. Laat hem gewoon voor het gevoel. Maar ik heb net iedereen lekker gemaakt met we gaan naar Forever 21 en we gaan naar Sephora. Maar dat allemaal in de volgende vlog. En daarom... Subscribe. Ja, we zijn best al dicht bij de 100.000 abonnees. Is dat veel? Ik denk het. Ik vind het wel leuk. Ik moet eerlijk zeggen. Oké, luister. Toen Noor zei van ik ga een vlog beginnen. YouTube beginnen. Dat bedoel ik. Toen blogde ik nog. Toen hebben wij wel een paar keer flinke ruzie gehad. Laten we eerlijk wezen. Sander vond het niet leuk. Nou, niet leuk, maar ik vond het leuk. Kijk nu, vlog takeovers. Hij legt op als de camera aan de buurt komt. Nou, maar dat is toch... Ja, oké, maar goed, kijk. Een toffe man die vecht voor zijn dingen. Maar een echte man die geeft op een gegeven moment ook toe dat hij... dat die afslag gewoon heel tof was. Maar ik ben natuurlijk ook wat ouder dan jou. Ik las... Iemand had gestuurd... We 20 jaar schelen, which is not true. We schelen geen 20 jaar, maar iemand die had gestuurd van... Is het niet vervelend dat jullie veel jaren schelen? En toen dat bij me zat, is dat vervelend? Nou ja, kijk, voor mijzelf is het natuurlijk heel grappig en lachen om te zeggen van... Ja, moet je lekker jong blijven. Kijk, dat is aan de ene kant zeker waar. Maar aan de andere kant, wat eigenlijk het fijnste is, is dat je elkaar uitdaagt. Ik denk, nou dan moet Nota zelf zeggen wat zij vindt van mijn leeftijd en wat dat op haar als invloed heeft. Maar wat Noor als invloed op mij heeft, is sowieso dat ze me uitdaagt. Ja, om dingen toch weer van een andere kant te bekijken. Omdat mijn generatie met YouTube en ja, toch een beetje, zeg maar, die wat meer shameless soort van jezelf in de etalage zetten. Ja, dat zit toch een soort van, dat mag eigenlijk niet. Of dat is een beetje not done, of weet je wel, dat is niet chic, of nou, dat soort dingen. Maar dan zijn we een jaar verder, of weet ik veel, 2 jaar verder. En dan zie je toch, ik vind het echt heel leuk. We zijn begonnen ik vind eigenlijk. Echt tof. En ik vind het vooral tof omdat die mensen zo tof zijn. Ja. De reacties. De reacties zijn echt wel leuk. Ja, en dat we iets positiefs doen. Is dat zo? Ja. Ja, en ik vind het wel leuk. We zijn begonnen met vloggen eigenlijk toen Ollie geboren werd. Ik had daarvoor 2 of 3 vlogs gewoon voor de lol geüpload, maar niet echt eigenlijk. Dus nu, dat is dus bijna 2 jaar. Ja. Maar toen vlogden we nog een beetje half. Toen in die zomer zijn we echt begonnen met vloggen, zeg maar. Dus 1,5 jaar. Ja. Vloggen we echt. En ik vind het gewoon zo leuk dat we alles van Ollie haar leven gedocumenteerd hebben. En dat we dat terug kunnen kijken. En ik denk dat Olivia dat ook heel erg leuk gaat vinden. Ik wou echt dat ik zoveel filmpjes van mezelf van vroeger had. En Bibi zegt dat ook altijd.
Dus dat eigenlijk. Ik had het idee dat ik nog iets wilde zeggen. Nou, je moet even zeggen wat jij vindt van een oude heer om je heen hebben. Sunday. Ja, ik heb er niet zoveel last van, want ik heb meer het idee dat ik met een kind samenleef. Dus dat is mijn mening. Wat lief, wat hartelijk. And on that note, we'll go upstairs and have our breakfast. Wat ben je hartelijk, Mor. Echt super lief. I love you. Is dat zo? I'm so sad we go home at some point. Ik wil op vakantie blijven voor altijd. Ja, maar kijk, vakantie zou niet een vakantie zijn als je ook af en toe naar huis gaat. I know, dat is zo waar. En ik mis Kay en Momo, my Prager friends. Dus ik wil graag naar hun toe. En wie is de jarig zondag? Baby Olivia is jarig zondag. Kijk, deze familiefoto. We moeten echt mensen uitnodigen. Zie je? Nee, wacht, ik ga het nu schrijven. Ja. Kijk, van Olivia. We moeten echt mensen uitnodigen. Gaan uitnodigen. Dat ga ik vandaag even doen. Olivia was obsessed door miertjes. Door miertjes. Ging ja, dan ging ze naar een miertje bekijken. En praten met een miertje. Kom, we gaan naar boven. Oh my god, I'm dead. Wait. In de Jamaicaanse kleur. Die bal. Die Jamaicaanse bal. Ja. Oké, heel erg bedankt voor het kijken, guys. And we love you. We love you. And I see you next week on...